Deze podcast werd zonder gêne en met veel goesting gemaakt door het Nieuwsblad. In feite is het niets meer dan een naar buiten gegroeide clitoris. Bij sommigen moet je er maar naar kijken en hij staat al paraat. Dikte is voor de meeste vrouwen belangrijker dan lengte. En toch is de maat van hun little friend een grote bezorgdheid voor heel veel mannen. De lengte in slappe toestand is, behalve in het hoofd van de man, totaal onbelangrijk. Ik heb al kleine penissen gehad dat ik heel goed voel en dan is het oké. Bepaalde draaiingen met je hand en zo, dat gaat niet als dat je eigen geslachtsdeel is. Maar dat kunnen wij wel doen voor hun. Ik vond dat echt wel moeilijk hoor. Leren graag zien. Als je dat eerst niet zo super mooi vindt met piemel. Na een intieme blik op de vulva is het vandaag aan de penis. Welkom bij Uitgevogeld. Bo, Eline, welkom. Hallo. Hey. Hier zijn we weer. Ja, we're back. Ja, leuk. Misschien even het vermelden waard. Als Eline afgeleid is, dan is het omdat ze de hond aan het strelen is. Ja. Als Bo afgeleid is. Oh my god. Echt, seks is goed. Honden zijn beter. Oh, ik zie Bo haar gezicht vertrekken. Niet waar. Ja, ik vind een hond niet zo seksueel opwindend. Nee, ik ook niet. Maar als ik moest kiezen... Nooit meer seks. Of nooit meer onthanden zijn. Echt waar? Bye-bye seksleven. Voilà, zo zijn we meteen vertrokken. Ja. Vandaag gaan we het hebben over de penis. Ja. Ja. Wil je dat we daar iets over zeggen, Kat? Nee. Ik ben wel fan, eigenlijk. Voilà. Ik zucht, maar eigenlijk ben ik wel fan. Kijk, dat is misschien mijn eerste vraag. Eerste cijfer dat ik heb opgeduikeld. 90% van de vrouwen zegt tevreden te zijn over de penis van hun partner, terwijl dat meer dan 30% van de mannen ontevreden is over diezelfde penis. Hebben jullie er al eens over nagedacht? Of dat jullie tevreden zijn met de penis van jullie partner? Super tevreden. Ik heb geen partner in nu, maar ik zie wel wat penissen. En... ik weet niet of ik over alle penissen tevreden ben, maar ik heb ook nooit zoiets van, oh nee, verschrikkelijk. Ja. Maar ook niet van, wow. Ik vind dat niet het mooiste lichaamsdeel dat er bestaat. Nee. Nee. Ik kan wel echt een penis mooi vinden. Ik ook, als ik hem graag zie. Ja, dat is zo echt een verschil. Niet zo, op een foto denk ik niet, dat is niet waar mijn oog naartoe zou gaan. Ja. Maar de penis van mijn partner... wel. Ik herken dat wel. Als ik een partner had, dan kon ik die penis echt heel graag zien. En die willen zien of zo. Maar of dat ik dat nu echt mooi vond, esthetisch gezien zo, ik weet niet. Dan kon ik liever naar zijn torso kijken of naar hoe dat hij beweegt of zo. Dat vond ik interessanter of boeiender of aantrekkelijker. Ja, want wetenschappers hebben blijkbaar ooit meer dan 100 vrouwen foto's getoond van penissen. En ze wilden dan weten wat als de aantrekkelijke penis werd gezien. Het belangrijkste was daar altijd het complete plaatje. Dus ja, daar zitten we eigenlijk niet zo heel ver van, hè? Nee, inderdaad. Ja. Schaamhaar, blijkbaar ook belangrijk. Echt? En omtrek, wat stond op 3? Omtrek van de penis? Ja. Rare... statistieken, vind ja? ik. Minst belangrijk waren lengte, positie en de vorm van de opening op de eikel. Dus lengte is niet belangrijk, want dat wordt wel zo gezegd. Hè? Of toch mannen, denk ik, zijn daar heel hard mee bezig. Daar zijn ze heel hard mee bezig, ja. En telde de ballen mee? Want dat maakt of kraakt het soms voor mij ook. Al wil ik natuurlijk niemand onzeker maken, want echt, iedereen is mooi zoals ze zijn. Ook in hun broek. Wat wil je eigenlijk over de ballen zeggen? Ja, sommige ballenvormen bijvoorbeeld, of waar die juist hangen, kan ik mooier of minder mooi vinden, denk ik. En dat brengt toch zo wat dingen in evenwicht of zo soms. Maar mooi, dat is toch nooit supermooi? Een balzak. Wat? Ik verstel wel wat je wilt zeggen. Als er zo'n heel hangende zak is met een kleine penis of zo, dan voelt het wat in onevenwicht. Zie, dat wilde ik dus niet zeggen, omdat ik denk, als nu iemand luistert met hangende ballen en een kleine penis, wil ik niet dat die denkt, shit, de mijne is niet mooi. Want er gaat zeker een vrouw zijn, of vele vrouwen, die net dat wel mooi vinden. Helemaal waar. En we kunnen natuurlijk ook geen aflevering maken over de diversiteit van vulva's en hoe mooi dat we die vinden, zonder de diversiteit van penissen niet te omarmen. Hè? Ja. Misschien nog belangrijk, ik vind het belangrijker hoe ze voelen. Ja. Niet hoe ze eruit zien, want dat is echt nog een verschil.
kleverig, snap ik. Zacht, proper. Proper. Super behaard of niet. Allee, dat zijn allemaal dingen die meespelen of zo. Ja, ik herinner mij wel de eerste keer dat ik een penis aanraakte of zo, hoe zacht dat die voelde. Vond ik bijvoorbeeld fijn. Ja, dat is waar. Ja, dat is toch wel iets wat dan, of het blijft ook wel iets wat wij niet kennen. Dus. En de kleur is soms ook misschien iets dat mee kan verrassend tellen. Vaak, hè? Ik vind het heel verrassend. Hoe kan een penis bruiner zijn dan de huid van een man? Dat is toch raar? Ik heb dat ooit is ergens gelezen, maar ik weet niet of dat waar is. Dus dit is geen wetenschappelijk onderbouwde bijdrage van mij. Maar ik dacht dat dat iets te maken had met wrijving. Dus dat die huid donkerder wordt, omdat dat veel meer wrijving heeft. Maar bijvoorbeeld ook in een broek. Niet alleen, niet dat alleen door soort wrijving. Heel af te trekken. Nee, maar dus dat ook, is wat ik zeg maar, bij die maar man. Dus, again, geen idee of dat echt correct is. Ooit ergens is gelezen, lang geleden. Dus mogelijk ook niet meer helemaal juist geparafraseerd. Ja, had ik dat dan maar aan Piet Hoebeke gevraagd, de bekende uroloog van het UZ Gent, heb ik niet gedaan. Ik heb hem trouwens zelf eigenlijk niet gevraagd, maar ik heb gevraagd aan onze producer Laurence om naar hem te gaan met heel wat vragen van mannelijke lezers en luisteraars over wat hen onzeker maakte als het aankomt op hun penis. En surprise, surprise, er waren heel wat vragen bij over de lengte. Is die lengte belangrijk? Laten we zeggen dat in de literatuur alles wat boven de 6 centimeter gaat, beschouwd wordt als potentieel mogelijk te gebruiken voor penetratieve seks. Oké. Okay. En natuurlijk, er is maar 2,5% van de bevolking die onder die 6 centimeter zit. Amai. Er is ook maar 2,5% van de bevolking die boven de 16 centimeter zit. Ja. De gemiddelde is 13,6, 13,8, hè, dat is het gemiddelde. Ja. En daar zitten de meeste mannen ergens rond. In erectie, of course. De lengte in slappe toestand is behalve in het hoofd van de man totaal onbelangrijk. Een andere vraag die ik had is iemand die zegt de lengte van mijn penis is 3 centimeter in slappe vorm. Is dat normaal en is er een manier om het te vergroten en liefst aan een natuurlijke wijze? Penissen verschillen in rust in lengte omdat er een verschil is in retractiliteit. En wat betekent retractiliteit? Rond de genitalia van de mens zitten spieren, hè, zowel in de balzak als in de penis. Mm-hmm. En die spieren die hebben ooit een heel... De dartosspier is de naam van die spier trouwens. Die spier had een belangrijke functie. Die zorgde ervoor, als we in naakt door de bush liepen en we waren niet geïnteresseerd in seks, dat alles ingetrokken was. Trouwens, bij vele zoogdieren zie je dan nog dat alles naar binnen trekt. Ja. Dat dan ook... Ja, dat beschermt gewoon. Die genitalia moeten niet buiten hangen. Nu, naarmate de mensen zich beginnen kleden, een andere lifestyle, is die functie van die spier verminderd, waardoor die voor een aantal mannen uitgeëvolueerd is. Okay. Dan krijg je nu vandaag de situatie dat je, neem 100 mannen met een penis van 13 centimeter in erectie, in slappe toestand, dan gaat het gaan van 3 tot 13 centimeter. Mm-hmm. En die met 3 centimeter heeft gewoon een heel harde retractiliteit van de penis, waardoor die penis in zijn lichaam verborgen zit. Er zijn daar extreme vormen van, waarbij de penis echt wel vast in het lichaam zit, maar daarover gaat het niet. Dan moet dan begraven penis, een extreme vorm, die we heel goed kunnen behandelen. De erectie is de beste natuurlijke methode om tijdelijk niet meer een te korte penis te hebben, want hij wordt dan in erectie natuurlijk normale lengte. Ja. Er zijn studies waarbij men botox ingespoten heeft en dat werkt. Hij heeft botox in die spier, maar na 3 maanden is dat uitgewerkt. Dus om de 3 maanden zo'n spuit in je piemel, niet zo plezant. Nee. En dan heb je de mogelijkheid om allerlei strekoefeningen of strekapparaten of wat dan ook, penis-stretchers te gaan gebruiken. Die zullen die spier wel uitputten, maar als je stopt met het gebruik, gaat die spier terug normaliseren. Dus dat werkt wel, maar niet langdurig. Nee. Nu, eigenlijk is dat het hele verhaal van de vleespenis of de bloedpenis. Hè? Dat is ook zo'n verhaal. Hè? Dus elke penis zit vol met bloed, sowieso. Maar de bloedpenis is degene die zo goed doorhangt. Hè? Dus degene die weinig van die spiercontractie heeft, dat is degene die men de bloedpenis noemt. Hè? Degene die, omdat hij ook zichtbaar is en bungelt van links naar rechts, hè, is dat dan de... Men denkt hij is zo slap omdat hij vol met bloed zit. Ja. De teruggetrokken penis, die zit steviger aan de man vast. En dat is dan de fameuze vleespenis. Oké. Okay. Maar ik vind dat zo afschuwelijke woorden. Afschuwelijke woorden. Ik bedoel, noem je penis, zeg toch niet op Tinder,
ik heb een fantastische bloedpenis. Dat is niet aantrekkelijk, nee. Hè? Dat is een tegendeel afstotelijk. Hè? Dus ik zou die woorden niet gebruiken. Maar allemaal terug te brengen tot die dartelspier, die ik daarnet benoemd heb. Er was iemand die zich afvroeg, is er een bepaalde lengte van penis die je moet hebben om je vriendin zwanger te kunnen maken? Nee, je kan zwanger maken door gewoon het pakketje aan de deur af te leggen. Hè? Dus ook met een micropenis kan je een vrouw zwanger maken. Oké. Ik heb een patiënt gehad die een zo kleine vagina had dat penetratie onmogelijk was, maar toch heeft ze twee zwangerschappen gehad. Dus met goede zwemmers die aan de voordeur afgezet worden, die vinden de weg wel naar de eicel. Hè? Als je gewoon met sperma aan je vingers, aan je buitenste schaamlippen zou komen, kun je zwanger worden. Ja. Men denkt dat de Homo sapiens pronkte met zijn penis in erectie, dat hij daar echt mee pronkte. En dat evolutionair het voordeel werd gezien van een partner met een grote penis, dat dat zo geprogrammeerd is in ons hoofd. En vandaar dat mannen zo bezig zijn met die piemel. Hè. Ja, dat is zot, hè. Maar dat is wel zo. Goed, ik vat even samen. Lengte is helemaal geen issue in slappe toestand, tenzij je echt een begraven penis hebt. We spreken van bloeiers en groeiers. Je kunt altijd iemand zwanger maken, hoe klein of hoe groot hij ook is. En wij zijn blijkbaar de enige zoogdieren die ons zo zorgen maken over een klein pietje. Ai. Piet Hoebeke wist ook te vertellen dat hij dus vaak wel jonge mannen op consultatie krijgt die zich echt zorgen maken over de grootte van hun penis. En ja, voornamelijk door te vergelijken met porno. Ja, dat is ook stom om je daarmee te vergelijken. Hè? Iedereen weet ondertussen toch hoe onrealistisch dat is. Ja, maar ik snap het wel. Dat is wat dat je ziet. En ze zien misschien wel mannen in de voetbalkleedkamer of zo, maar dan nog. Dat zijn geen stijve piemels en in porno zien ze dat wel. Hè? Terwijl oprecht, te groot is een groter probleem dan te klein. Voilà, ik heb het gezegd. Ja, voor de vrouw inderdaad. Ja. Size matters, maar niet zoals dat jullie denken. Ja. Ja. Maar waarom vergelijken ze ook slappe penis? Allee, zeker qua zelfzekerheid naar de vrouw. Mm-hmm. De hoeveelheid dat die vrouw die penis slap ziet, is nu ook niet... Of toch zeker de eerste keren en zo. Als dat nog niet je partner is, zie je dat vooral stijf. Ja, en ook, je ziet dat niet in het dagelijks leven, in je broek of zo. En uit praktische overwegingen zou ik eigenlijk denken dat een kleinere penis gemakkelijker is dan een grotere slap, want dat zit toch in de weg. Hmm. To be fair, mijn gay friends bijvoorbeeld, die hebben wel altijd gezien wat er in iemands broek zit, ja, als die een man hebben gecheckt. Maar dat doen wij... Allee, ik kan oprecht zeggen, heb ik nog nooit gedaan. Ik ook niet. En als je nu strakke boxershorts draagt en daarover een jeans die je niet super strak zit, dan heb je toch geen idee. Maar, allee, kom aan. Ik zie dat wel echt vaak zitten, zo. Ja? Ja, maar dat, ik vind let dat jij juist... daarop ja, helemaal? Ja, maar Bo, dat is omdat die mannen allemaal zo heet worden rond u en dan groeit dat. En dan... Nee. Ik zie dat gewoon zitten. Dat is vaak als dat een grote piemel is. Dus ik denk dat dat juist ambetant is. Omdat die dat niet weggestoken krijgen als die broek wat spant of zo. Meestal als ik het zie zitten, denk ik, oei. Ogarm, zo lap, ze kunnen... Dat is precies als dat wij een camel toe hebben. Ja. Dat is ook niet, dat wilde ook niet per se dat mensen dat zien. Ja. Omdat de broek te veel spant of zo. Dus bij sommige mannen, als het te veel spant, zie je wel een bobbeltje. Of bobbel. Nou, wij zijn niet echt geïnteresseerd in hoe groot dat die bobbel is op voorhand. Nee. Je was heel overtuigd. Maar ja, zelf niet... Allee, jawel. Er is een zekere... Allee, er is een punt bij hoe lang dat hij is, dat dat een bepaalde belangrijkheid geeft. Maar voor mij is dat belangrijk om... Ja, hoe voelt hij dan? Als dat zodanig kort is dat ik het niet voel, ja, dat is inderdaad wel lastig. Maar ik heb al kleine penis gehad dat ik heel goed voel en dan is het oké. Okay. Ja, en daar vind ik dan bij gevoel de dikte eigenlijk belangrijker dan de lengte. Ja. Vind ik ook wel. Ja. Ja. Dan vind ik weer de manier van bewegen belangrijker of zo. Ja. Ook waar. Blijft het belangrijkste. En daar kunnen we aan werken. Ja. Voilà. Als dat geen goede boodschap is eigenlijk. Go, mannen. Zeg, ik wil nog even terug wel naar die does size matter. Te groot, ja. Is erger dan te klein. Ja, vind ik persoonlijk wel, want dan gaat het gewoon niet. Ja. Ja, of dan doet het pijn en dan moet de man zich inhouden. Ik denk dat het niet leuk is voor een man om zich in te houden. Mm-hmm. Of om steeds bang te zijn dat hij de vrouw pijn gaat doen.
Ja, voor beiden inderdaad niet. Allee, geen leuke ervaring dan. Nee, ik weet dat ik soms, als ik porno zie en dat daar echt zo een paal wordt bovengehaald, dat ik denk, dit is toch gewoon niet voor niemand. Instant medelijden. Ja. zo naar porno kijken en gewoon zo zitten te wenen en zo, oh, garm, in plaats van opgewonden worden. Maar ja, hoe kijken jullie porno, jongens? Maar en zeker als je nu je inbeeld, als je nu anale porno kijkt of zo, en je hebt dan zo'n, ja, sorry, maar dat... Nee, ja. Dat wilde niet. Ja. Allee, ik moet niet voor alle vrouwen spreken. Sommige vrouwen zullen dat vast wel willen. Ik denk dat ook, hoor. Ja. Ik denk dat dat ook afhangt van wat je gewend bent. Stel dat je een partner hebt met een grote penis en dat je dat gewoon ook gewend bent. En daarna de partners met heel kleine penissen, denk ik dat dat gewoon ja, een beetje uitgerokken is. En al fijn, maar dat je dat minder voelt. Mm-hmm. Of misschien na een lange pauze dat dat weer doet. Eigenlijk ken ik er niks van. Maar ik... Het fijne is dat er een babyhoofd door kan en dat vrouwen dan toch nog gewoon daarna kunnen genieten van seks. Dus ik vermoed dat wij heel adaptief zijn. Voilà, voilà. Dus mannen, geen paniek. We passen ons wel aan. We zuigen het toe en weer open voor jullie size. Oh my god. Boom, want, was ja, het. Maar zo zijn wij wel. Hè. Dus bijvoorbeeld als je nu een partner zou hebben met een kleinere of een smallere, dan zie ik vrouwen echt nog zo zotte oefeningen doen om hun vulva strak, allee, hun vagina strakker te maken. Gewoon om dan toch maar weer te zorgen dat die man ja, zich niet slecht neemt. Je kunt dat toch ook tijdens de seks, kun je dat toch aanspannen om het anders te voelen? Zeker. En er zijn zelfs seksspeeltjes die je eigenlijk samen met de penis kunt inbrengen voor als er bijvoorbeeld niet genoeg dikte is of zo. Dus er zijn echt best veel oplossingen. Je moet ze alleen wel willen gebruiken. Dan was er nog een vraag van iemand dat ging dan over de ejaculatie uitstellen of verlengen. Ja. Dat is een man van 44, waarbij het wel vrij snel komt. Ja. Dat is een veel voorkomend probleem. Ja, dat is een frequent probleem, hè. Premature ejaculatie. Ja. Ik bedoel, je moet je voorstellen dat evolutionair snel klaar een voordeel was. Hè. Als je in de vijandige omgeving met sabeltandtijgers en allerlei mogelijke gevaarlijke dieren leeft, dan moet je daar niet een potje liggen neuken op je gemak, want dan word je gewoon opgegeten. Hè. Dus de idee was dat snel klaar een voordeel was. Trouwens, ook dat is de reden waarom mannen 's ochtends een erectie hebben, omdat ochtendseks en waarom bij mannen de testosteronspiegel 's ochtends het hoogst is. Dus eigenlijk de drang om seks te hebben is bij mannen wellicht 's ochtends hoger dan 's avonds, in een normale omstandigheden. Omdat je er dan vanuit gaat, de natuur gaat ervan uit, dat je dan een hele nacht geslapen hebt en dat je niet opgegeten bent en dat je dus in een veilige omgeving bent. Ja. En dat je dus in die veilige omgeving seks kan hebben en dat de kans op nageslacht groter wordt. Nu, naarmate de mens geëvolueerd is, is wat men de intravaginale latentietijd noemt, dat is dus de tijd die zodra je de vagina binnenkomt, tot aan de ejaculatie, dat noemt men dus de intravaginale latentietijd. Okay. Die bedraagt gemiddeld, en mannen overschatten zich vaak, ergens tussen de 3 en 6 minuten. Hè. Dat is ongeveer het gemiddelde. Ja, ik ken jongens die klaarkomen van het gedacht alleen. Hè. Dus zonder dat een broek uitgaat. Dat is dramatisch. Hè. Dat is dramatisch. Mm-hmm. Wat kan je doen? Er zijn niet zoveel opties. Er is medicatie, maar die medicatie zijn antidepressiva met de nodige bijwerkingen. Maar in extreme gevallen kan je dat wel gebruiken. Er is de tweede ronde, omdat een penis na ejaculatie is in een refractaire periode. Dat wil zeggen dat die minder gevoelig is. Hè? Ja. En dat is wel de ideale moment als je dan een tweede erectie krijgt. En soms geven we dan Viagra om die tweede erectie sneller te laten komen. Okay. Dan kan je in tweede ronde, net door het minder gevoel, iets langer bezig blijven. Ja. Je kan ook knijptechnieken of allerlei seksologische... Ik zeg altijd aan patiënten, je hebt seks en klaarkomen, dat weet je. Ik bedoel, er is... Je weet wanneer je gaat komen en er is een moment of no return. Er gaat een knop op een bepaald moment om. Ja. Dus als je dat moment voelt aankomen, moet je heel erg aan een platgereden dood konijntje denken of zoiets. Hè, zodat je gedachten volledig elders zitten. Zodat dat niet doorgaat, die knop omdraaien. Want die knop omdraaien gebeurt wel in je hoofd. Hè. Ja. De knijptechniek is dan een techniek waarbij de partner wordt gevraagd om, als de man zegt, nu heel hard in zijn penis te knijpen, zodat de aandacht afgeleid is van zijn seksuele performance en het misschien dat knopje weer niet omgaat en waardoor hij na 10 minuten weer kan verder doen. Maar
Dit zijn allemaal niet zo succesvolle technieken, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want ik had ook de andere kant aan. Iemand van 54 die zegt van, met het ouder worden merk ik dat de penis minder lang stijf blijft. Wat mag ik verwachten op deze leeftijd? Met welke duurtijd mag ik tevreden zijn van mijn erectie? Eigenlijk zou de erectie oké moeten blijven tot aan de ejaculatie. Het feit dat wat die man vertelt is eigenlijk gewoon een beginnende erectiele dysfunctie en die zou beter dan naar sildenafil, tadalafil gaan, dan gaat hij weer tot op het einde kunnen doorgaan. Er bestaat wel een fenomeen dat we ejaculatio tarda noemen, dat is een vertraagde ejaculatie, waarbij mannen na 3/4 er nog niet klaar zijn. Ja, dat is wel heel lastig, hè? En je kan daar niks aan doen. Nee. Er zijn heel vaak mannen die dan wel door masturbatie het voor elkaar krijgen. Hè? Dat is, dat lukt dan vaak wel. En mijn advies is dan vaak, zorg dat je partner eerst het plezier beleefd heeft en werk het dan zelf af. Hè. Dat is dan de optie. Ja. Ja, hoe lang iemand meegaat of hoe snel iemand komt, hebben we daar goede, slechte ervaringen mee? Voor mij geldt dezelfde reden. Ik vind te lang erger dan te kort. Mooi. Echt? Ja, oké. Als het echt te lang duurt, vind ik soms. Maar als het kort is en ze kunnen nog een keer, al goed, hè? Ja, of ze doen iets anders daarna. Ook goed. Kunnen wij allemaal mee leven, eigenlijk. Ja. We zijn eigenlijk heel gemakkelijke vrouwen, in de goede sense of the word. Zeg, en hard zijn dan? Hebben we daar ervaring mee? Mannen die dan toch misschien niet hard worden? Ja, of moeite hadden met een erectie te houden? Ik heb wel eens de ervaring gehad dat er iemand zijn piemel niet hard kreeg. Die vond dat zelf enorm ambetant. Ik vond dat echt oké, dat was gewoon slechte momenten en zo. En er waren wel redenen waarom dat niet ging. Maar ik vond dat zot hoe dat hij daar zoveel meer mee inzat dan ik. Ja. En ik wist ook niet hoe moet ik nu reageren. Moet ik die nu geruststellen? Ja, dan wordt hij nog slapper, want dan ben ik zo aan het zorgen of zo. Moet ik nu, I don't know, dirty talk gebruiken? Allee, het is een heel moeilijke situatie. Of dat je dan juist je best moet doen, of het moet negeren. Of, ja. Ja, inderdaad. Ik denk, want we praten vaak over dat penetratie voor vrouwen niet de beste manier is en dat er heel veel druk op zit en dat we eigenlijk moeten leren dat seks veel meer is dan dat om ons plezier te halen. Maar ik denk dat die druk eigenlijk even groot is voor mannen, want die hebben ook geleerd, denk ik, dat penetratie het van het is in seks. Terwijl, tegen hen ook, dat is niet per se. Er is zoveel meer en als dat niet lukt of is een keer niet lukt, of er zijn zoveel opties. Ik denk dat ik dat misschien nog wel in mijn hoofd zou steken. Van oei, vind ik hem wel genoeg op. Ja. Zeker bij iemand, een casual partner of zo. Ja. Ja, wel bij dat voorbeeld dat ik net had gegeven, is dat heel even in mij opgekomen, maar die heeft dat zodanig snel gecounterd dat ik het nooit bij mezelf heb gelegd. Maar ik denk dat ik dat zeker zou doen op andere momenten, of als die man dat zeker niet aan mij verduidelijkt, dat dat niet met mij te maken heeft. Maar ja, waarom zou die anders met u in die situatie zijn beland als hij me niet aantrekkelijk vindt? Ja, dat kan, ja. Er zijn situaties waar je samen in bed belandt en dat hij toch op dat moment doorheeft, ja, lab, dit wil ik niet. Jij of hij, en dan, ja. Ja, dan stopt het. Ja, ja. Dus ja, Maar is het een direct verband dat jij dan niet... Ja, je wint elkaar gewoon niet genoeg op, denk ik dan. Ja, of er kunnen andere redenen zijn. Je bent te dronken. Ja. Je hebt gewoon superveel stress. Dat denk ik dat ook een impact heeft. Voilà. Ja, er zijn heel veel redenen. Ik denk dat het belangrijk is om te praten erover. Zoals altijd. maar ja, het heeft natuurlijk impact op de vrouw en de man, denk ik. Ja. Zeggen, wat met de ochtendboner? Ik had onlangs een gesprek met vriendinnen. En een van mijn vriendinnen zei dat ze daar heel erg door in de war geraakt. Zij denkt dan altijd dat haar man zin heeft in seks. En hij heeft dan zoiets van, die is er gewoon. Die komt daar. Ja, dat is zeggen. Toch heel simpel. Dat is ene keer zeggen, nee, dat is gewoon biologie en daar stopt het bij. Ja. En dan is het probleem toch op. Allee, dan is het toch verhelderd. Ik wist dat bijvoorbeeld ook niet, dat een penis 's nachts een aantal keer hard wordt en weer slap wordt, gewoon om te oefenen.
Oké. Okay. Om te oefenen, voor mij om in leven te blijven. Nee, om zijn lengte te behouden. Ah, is dat de blijkt reden? De biologische reden te zijn, ja. Oké, okay, dus een ochtendboner heeft niets te maken met ik vind de persoon die nu naast mij ligt aantrekkelijk. Maar je kan hem wel gebruiken als hem er toch is. Ja. Voilà, vind ik ook wel een goed idee eigenlijk. Zeg, en als we dan even overgaan op het, hoe zeg je dat dan mooi, het hanteren van een penis of zo. Hebben jullie dat altijd vol vertrouwen kunnen doen? Met een partner? Het hanteren van een peniskaartje. Ja, iemand mooi. Aftrekken? Of bijvoorbeeld, iemand, ja. Of plezieren. Plezieren, alle dingen. Ja. Hanteren van een penis. Uh-huh. Dat is wel zoeken, hè, in het begin. Ja. Ik herinner mij dat ik echt dacht, wat moet ik hiermee? Of dat ik bijvoorbeeld eens een besneden piemel had. En dan wist ik echt niet meer wat ik moest doen. Ik moest precies alles opnieuw leren. Ja. Omdat je de voorhuid niet kunt bewegen, ja. En dan moest ik meer knijpen dan trekken. En ja, dus, ik vind dat altijd een zoektocht, maar ook een hele leuke zoektocht of zo. Als je daar ruimte voor krijgt, langs beide kanten, om te zoeken. Ja, ik denk dat ik bijvoorbeeld lang ook wel, wat jij daarnet ook zei, we hebben zo aangeleerd gekregen, seks is penetratie of zo. Ja. En vrouwen hebben veel voorspel nodig en vrouwen hebben veel aandacht nodig, dat ik dat de penis misschien minder gaf naast... Foei, Kaatje. Ja. Hoezo, je gaf die penis geen aandacht? Maar geen, minder. Ah ja, in mijn beleving is het omgekeerd. Is het zo dat de man en de penis altijd veel meer aandacht krijgt dan de vagina? Ik denk dat ook wel afhangt van hoe je er zelf in staat. Ja, ik ben ook heel lang heel veel meer een gever geweest, omdat ik ook het gevoel had, ik moet het goed doen. Mm-hmm. Ondertussen... heb ik dat probleem niet meer zo. Ja. En denk ik, nee, doe maar eerst ik of zo. Maar dus dat heeft er wel een deel mee te maken. Ik ben zelf vroeger... ik ben altijd redelijk zelfzeker geweest over pijpen. Maar aftrekken vond ik heel moeilijk vroeger. Mm-hmm. Ja, begrijp dat? Ik heb ooit, dat is echt gênant, zo wat dingetjes opgezocht over aftrekken. En daar was er de dweil. En veel vriendinnen van mij lachen daar nu nog mee. Daar stond bij de dweil. Dus je moet letterlijk uitwringen eigenlijk. Dus je twee handen in tegenstelde richting bewegen. Dat stond daarbij als tip. En ik had toen bij mijn partner zo gezegd, ja, ik heb iets nieuws gevonden. Ik ga het een keer doen. En die keek echt naar mij van, wat zeg jij aan het doen? Dat doet zelf pijn. En allee, ja. Dus soms leren in boekjes vind ik toch wel moeilijk. Ik doe het liever samen met iemand of zo. Ik vind de naam ook echt heel fout. Ja. 1, het klinkt niet sexy. En 2, zo hier, pak een dweil, daar weet je mee wat je moet doen, jij vrouw. Oh ja, zo had ik het nog niet gezien zelf. Goed, maar kijk, je hebt het opgezocht dan. Ja. Er bestaan blijkbaar ook workshops, hè? Penisplezier. En ik ben naar iemand gegaan, sekscoach Ruud Poppen, die heel vaak zo workshops geeft aan vrouwen die het goed willen doen voor hun partner en heel graag wat meer de hoekjes en kantjes van hun penis willen leren kennen. De penis is zeer recht toe, recht aan, hangt aan de buitenkant. Maar we hebben dat allemaal niet geleerd hoe dat we daarmee moeten omgaan. En net zoals bij ons, wij kennen op den duur een manier waarop dat we tot een orgasme kunnen komen, is dat bij iemand met een penis ook zo. Die kent op den duur een manier om tot een orgasme te komen. En als je dat exact nadoet, dan kun je die heel gemakkelijk snel tot een orgasme helpen. Maar daar gaat de workshop niet om. Het gaat over hoe werkt dat orgaan, wat gebeurt er precies en hoe kunnen we daar eigenlijk nog meer mee gaan doen zodat we die op een andere manier kunnen stimuleren. En de workshop focust op vertragen, op ontdekken, op het uitzoeken van hoe voelt dit, hoe werkt dat en niet zozeer op heel gericht snel naar een orgasme toe werken, maar het is eigenlijk een soort van lange massagesessie van de penis waar dat je samen kunt gaan genieten van ik mag dat hier nu een keer voor u doen. Laat ik al beginnen met te zeggen dat het niet aftrekken is, maar eigenlijk optrekken. Dus de beweging die je maakt als je gaat aftrekken, is eerder opwaarts. Dus als je focust op wat er gebeurt met, of als je over de eikel beweegt, dat is eigenlijk de stimulatie die het meest intens en het meest fijn is. Waar wij ons vaak niet bewust van zijn, is dat die eikel, net zoals onze glans van de clitoris, heel gevoelig is. En de schacht eigenlijk, dus het deel eronder, het langere stuk, is minder gevoelig. Dus daar mogen we meer druk op zetten. Op dat bovenste stuk gaan we eigenlijk zachter werken. En dat is al interessant om mee te gaan spelen. Maar aan het ene kan ik meer gaan knijpen, in het andere ga ik meer wrijven. Glijmiddel, ook hier
heel tof om te gaan gebruiken, omdat dat gaat helpen om alles vlotter te laten glijden. Uw hand is ook vaak droog, dus dat maakt het allemaal extra plezant om te gaan doen. En je hebt ook veel technieken die je eigenlijk bij jezelf, als man, met eigenaar van een penis, kunt je dat niet doen. Bepaalde draaiingen met je hand en zo, dat gaat niet als dat je eigen geslachtsdeel is. Maar dat kunnen wij wel doen voor hun. En dat is net zo leuk om mee te spelen. Welke verborgen hoekjes en kantjes zijn er zo nog aan een penis te vinden? Dat naadje, dat toompje noemen ze dat ook wel, waar dat eigenlijk de voorhuid aan vasthangt. Dat is een zeer gevoelig deel van de eikel. Uiteraard ook de eikelrand. Dus dat zijn delen waar dat je meer mee mocht spelen, waar dat je gevoeliger mee aan de slag mocht gaan eigenlijk. En dan een punt dat veel mensen niet echt kennen, is helemaal onderaan aan de penis. Dat is eigenlijk het deel waar dat ervoor gezorgd wordt dat het bloed in de penis blijft, dus dat de erectie behouden blijft. Ook daar kun je met een penisring of met je vingers kun daar eigenlijk rondzetten en daar druk op zetten, dus wat extra in gaan knijpen, waardoor dat de rest van de penis ook gevoeliger wordt. Dus dan gaat hij alles nog intenser en beter ervaren. Dat is ook leuk om te doen. Het is ook wel zo dat veel mannen in de slaapkamer ook wel een vorm van druk ervaren. Misschien niet bewust. Ik denk zelfs zelden bewust. Maar omdat wij ook wel veel verwachten als partner. Ik heb het hier nu over heterokoppels, dus gewoon man-vrouw relaties. Maar waarin dat we zien dat een vrouw inderdaad moeilijker een orgasme krijgt, meer opwinding nodig heeft enzovoort. Maar heel veel daarvan ook verwacht van haar partner uit. Dus we verwachten eigenlijk voorspel, we verwachten een erectie, we verwachten liefst een orgasme van de man, want als die niet klaarkomt, dan is het niet normaal, dan is dat raar. We willen vaak zelf ook graag nog een orgasme. We willen achteraf nog verder knuffelen. Er is heel veel wat dat we graag willen. En we nemen weinig daarvan zelf in de hand, of letterlijk dan, eigen verantwoordelijkheid ervoor. Zonder te zeggen dat we volledig, want ik krijg vaak de reactie daarop van ja, maar ja, en ze hebben het al zoveel gemakkelijker dan wij. Absoluut, dat is zo. We hebben nog altijd een orgasmekloof en dat heeft een reden. Het is niet gemakkelijk voor de vrouw. Maar we mogen toch niet vergeten dat daar ook wel echt een enorme druk gelegd wordt op de mannelijke partner op die manier. En dat dat ook wel echt effect kan hebben op de seksualiteitsbeleving van die persoon. Dus als ik mijn workshop geef, moet ik ook altijd uitleg geven over wat ik u ga leren is vertragen en is op een andere manier stimuleren. En jij gaat uw partner moeten helpen om in eerste instantie door zijn ego te komen. Want wat er gebeurt is, als je die dingen gaat uitproberen, krijg je een partner die zegt, wat doe je nu? Wat is het gaan proberen? Waarom doe je dat? In plaats van gewoon te liggen en te genieten. Dus meestal raad ik aan, we gaan nieuwe dingen proberen. Je zegt tegen je partner, ik ga een kwartier met je aan de slag gaan en ik wil in dat kwartier alleen maar een reactie van u als het echt pijn doet. Anders wil ik u niet horen, tenzij om aan te geven, het is leuk of het is niet leuk. Hij mag kreunen en er mag reactie zijn, maar ik wil niet meteen feedback. Want dat is uw ego dat op dat moment aan het spreken is en dat eigenlijk een beetje schrik heeft van wat is dat hier? Dat ken ik niet. En dat hebben heel veel mannen niet geleerd van daar terug in te gaan ontdekken en op een andere manier eigenlijk met hun seksualiteit om te gaan. Een leuke om te doen is eigenlijk, ik denk er nu aan omdat ik hier al heel de tijd met mijn handen gekruist zit, maar is eigenlijk gewoon uw handen kruisen, dus uw vingers in elkaar verstrengelen, je draait die rond de penis en je zet uw duimen aan de andere kant van de penis. En die kant is de kant waar dat de balzak zit. En dat is eigenlijk ook het stuk waar dat de zaadleider doorloopt. En nu gaat het daar hopelijk een keer op letten. Dat is een minder hard deel dan de rest van de penis. Dus dat stukje, je hebt eigenlijk drie delen in de penis, dat wordt niet volledig hard. Daar zet ik mijn duim rond en dan gaat je op en af bewegen met je handen volledig. Dus echt een op- en aftrekbeweging maken. En dat is een hele intense manier ook om te gaan aftrekken, optrekken. En op het moment dat je al wat bezig bent ermee of als je al wat dingen gedaan hebt, dan kun je ook iedere keer als je boven komt, eigenlijk met je duimen die eikel even strelen en dan terug naar beneden gaan. Want dat stukje, ik vergelijk dat altijd met longskes. Als je zo die eikel bekijkt, je hebt daar waar dat naadje aan vasthangt, heb je zo precies twee longen. Daar kun je ook heel goed met je duimen zo even heel verfijnd overwrijven en dan terug naar beneden. Dus dat is wel, ja, ik noem hem het gebedje. Zo wat een gebedshouding, maar een hele fijne om te doen. Je kunt die traag doen, je kunt die snel doen. En ja, heel intens voor beide. Dan hebben we het ook nog niet gehad over de ballen. Mm-hmm. Ik
Ik denk dat ik deze week ergens las een man die zei van ja, ik vind het toch jammer dat vrouwen die vaak vergeten. Ja, en dat, wij vergeten die vaak, de ballen, omdat bij sommige mannen je daar ook echt moet afblijven. En bij andere mannen willen ze inderdaad heel graag dat je daar aan zit en dat je ermee speelt en zo. Dus mijn aanraden is meestal proberen. En ook duidelijk zeggen tegen je partner, als je het niet leuk vindt, geef het me aan. Je hebt mannen waarbij dat je echt heel veel moogt met de balzak. En dan bedoel ik echt erin knijpen, die uit elkaar duwen bijna. Dat je de ene voelt, de andere door je hand laten rollen, erop zuigen, in je mond nemen. Alles. En het is ook wel belangrijk dat je dat probeert, want dat is ook een onderdeel van je lichaam waar heel veel zenuwuiteinden en heel veel genotsmogelijkheden zitten. Maar je hebt ook gewoon mannen die zeggen, oh, bij mij moeten daar compleet afblijven. En dan is dat ook gewoon wat dat is. Dus dat is wat experimenteren, ja. En vragen. En vragen. Ja, communicatie is en blijft een belangrijk gegeven in de slaapkamer. Ja, en consent geldt ook langs twee kanten, uiteraard. Ja. Aha, absoluut. Ja, wat denken jullie hoe dat jullie partner zou reageren als je zegt, geef mij een kwartiertje en je mag enkel reageren als het pijn doet? Ik zou persoonlijk ook wel vragen, en ook wanneer het heel fijn voelt, want dat is toch ook belangrijke info? Ja, inderdaad. Ja, gewoon dat die een beetje richting geeft of dat je... Ja, je mag wel kreunen. Ja, kreunen. Ja. Een beetje kreunen. Ja. Maar ik vind het wel goed advies, want bijvoorbeeld, ik zei dat ik daar vroeger wel onzeker over was, en eigenlijk is die onzekerheid bij mij wel weggegaan nadat ik dat anders ben beginnen zien. Dus vroeger dacht ik, oké, aftrekken is de juiste beweging maken om een orgasme te creëren. Mm-hmm. Terwijl dan op een bepaald moment ben ik dat beginnen zien als ik nu gewoon een penis een massage geef, op allerlei verschillende manieren, liefst ook met glijmiddel, want dat maakt echt alles zoveel gemakkelijker. En dan was die stress ook weg, want masseren dacht ik, ja, dat kan ik wel. En eigenlijk is dat gewoon een ander lichaamsdeel, ja, masseren. En dat heeft ook het gewenste resultaat gehad. Nice. Ook belangrijk, inderdaad. Ja, dus... Eigenlijk gewoon spelen ermee. Ja. Ja. Aandacht geven, hè. Ik denk dat daar ook wel een beetje zit. En leren graag zien. Want dat vind ik... Ik vond dat echt wel moeilijk, hoor. Als je dat eerst niet zo super mooi vindt, een piemel, moet je zo echt tijd... Allee, ja, dat is eigenlijk met mijn partner alleen nog maar gelukt. Niet met zo... Mensen werken niet zoveel... Ja, om echt die piemel leuk te vinden, hè. Ja. Tijd nemen. Ja, dat is het verschil. Ik heb niet zoveel bedpartners gehad. Ik heb eigenlijk altijd vaste relaties gehad. Dus het is niet dat ik eigenlijk een groot aantal penissen heb wat gezien. Maar insinueer je nu over mij? Nee, maar ja, je hebt dat net zelf gezegd. Ik heb wel wat piemels gezien. Of ik zie wel wat piemels. Dus ik heb minder vergelijkingsmateriaal wel. Ja. Ook niet niks, hè, maar... Ja. Ik heb als uitsmijter ook nog even gevraagd aan Ruud Poppe welke speeltjes mannen zouden kunnen inzetten in bed als ze dat zouden willen. Doe er jullie voordeel mee, denk ik. Er zijn er eigenlijk redelijk veel ook die je kunt gebruiken voor de penis. Je hebt uiteraard de penisringen. De penisring houdt het bloed eigenlijk van onder tegen, waardoor dat dan meer in de penis blijft zitten. Dus als je van jezelf weet van ik verlies wel af en toe mijn erectie, is een penisring eigenlijk het eerste wat we daarop aanraden. Omdat dat maakt dat dat bloed bovenaan blijft en alles wordt ook gevoeliger en intenser voor de penis. En die heb je dan uiteraard ook nog met vibratie. En die vibratorjes die bovenaan inzitten, die kunnen dan tegen de clitoris komen. Ik moet wel zeggen, die kunnen dan, want meestal is dat toch een klein beetje mikken en in de juiste standjes, om er dan voor te zorgen dat je als vrouwelijke partner die vibratie ook voelt. Dan heb je ook nog van die speeltjes die... Ja, je hebt echt een vibrator voor de penis, die je dan ook samen kunt gaan gebruiken, die je eigenlijk rond de penis plaatst. Kun je aan de basis ook. En dan wordt heel de penis een vibrator, dus dat is leuk... inwendig een stimulatie voor ons. Maar tegelijkertijd krijg je dan ook wel extra mee door tegen de vagina. En voor iemand met een penis heeft dat het effect dat je eigenlijk dat ze minder goed kunnen inschatten wanneer hun orgasme komt. Dat komt precies ook van ergens anders. Enfin, ik heb uiteraard zelf geen penis, dus ik moet dit omschrijven. Je hebt het van horen zeggen. Ik heb het van horen zeggen. Maar ja, dat geeft een andere manier van ervaren en van voelen. En dat kan gewoon leuk zijn om samen te gaan doen. En dan heb je ook nog tenga-eitjes, die wil ik toch ook wel even vermelden. Dat zijn van die hele kleine sliefjes die je eigenlijk over de penis kunt gaan trekken om mee te gaan aftrekken of te gaan stimuleren. Inwendig zitten er van die noppetjes in en dat geeft een heel leuk effect. Is uiteraard moeilijker als er penetratieseks gaat er dan niet mee.
Maar ja, dat is wel heel fijn voor andere manieren. En we hebben allemaal wel eens momenten dat we denken, ik wil je wel eens helpen, maar voor mij hoeft het niet per se. En dan kunnen dat soort zaken ook heel leuk zijn. Speeltjes voor mannen, zouden jullie dat kopen voor een lief of voor een bed te gebruiken? Ja, ik heb wel wat liggen. Dat ik al wel eens geprobeerd heb met mijn lief, omdat ik voor Fleury heel vaak dingen opgestuurd krijg ook, dus dat is gemakkelijk. Maar ik moet zeggen, we hebben dat wel eens gebruikt, maar ik heb niet het gevoel dat hij dat echt een meerwaarde vindt. Ja. Dus ik denk niet dat dat voor hem het beste cadeau zou zijn. Ja, ik heb dat ooit cadeau gekregen van een man en ik vond dat een heel raar moment als dat zonder uitleg out of the blue is. Dus ik zou dat alleen maar kopen als ik dat heb aangekondigd en als we daarover gelachen hebben of gepraat hebben. Ja. Maar de boodschap is denk ik wel, spelen mag, ja. Spelen moet, houdt wel licht. Dus... Waarom zou je het niet kopen om een keer op avontuur te gaan? Dat is sowieso leuk en belangrijk om te proberen en te klungelen samen. Niks leuker dan klungelen, toch? Absoluut. En als je niet klaarkomt, dan... No big deal. Nee, het is oké. Spelen is belangrijker dan klaarkomen. Ja, en je penis is top. Aan alle mannen. Is dat hetgeen dat ze moeten onthouden van vandaag? Ja, vind ik wel. Ja. Als ze één ding mee naar huis nemen. Ja, en als zij er zeker over zijn, dan kunnen wij dat ook. Ja, dat is een voordeel voor ons toch ook. Helemaal waar. Het zou wel zijn. Dat is elk stiekem wat we heel de tijd om doen. Ja, zo. Voilà. Dames, heel erg bedankt voor vandaag. Tot de volgende keer. Uitgevogeld is een podcast van het Nieuwsblad, bedacht en gemaakt door mezelf, Kaatje de Koning. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Productie en eindredactie was in handen van de lovely Laurence Tork. En vooral, shout-out to my girls, Bo, Eline en Ella. Bedankt om mee te gaan in mijn zotte plannen.